Het coronavirus blijft Groningen stevig in de greep houden. Veel winkelketens hebben de afgelopen dagen op eigen gelegenheid de deuren helemaal gesloten. Het gaat vooral om kleding- en schoenenzaken. Andere winkels waren al dicht of hebben de openingstijden beperkt. De omzetdaling bij de non-foodwinkels wordt geschat op 75%, omdat er veel minder klanten zijn. In Haren werd door de ondernemers opgeroepen om de winkel juist open te houden vanwege de leefbaarheid in het dorp. Verpleeghuizen sluiten om het coronavirus buiten de deur te houden. Er zijn veel initiatieven om te helpen en de zorgsector te ontlasten. Zo melden honderden noordelijke studenten uit de zorgopleidingen zich als vrijwilliger aan. Studenten in Groningen hebben een dienst opgericht om ouderen en zwakkeren te helpen met dagelijkse zaken. De NS laat al vanaf vandaag minder treinen rijden tussen Groningen en Zwolle. En dat worden er zaterdag nog minder, namelijk 2 per uur. Scholen, horeca en sportverenigingen waren al dicht.